Dag Chris, goedemorgen. Goedemorgen, dag Bruno. Mijn naam is Truiman Chris. Ja? Ik ben vanaf 2009 actief in de windenergie. Ik had ervoor gewerkt in de Antwerpse haven als ingenieur om projecten te begeleiden in de chemie. En toen in 2009 kreeg ik het idee om een windturbine te ontwikkelen op het terrein van mijn ouders. En met een beetje slag en leercurve is dat gelukt. En is zo eigenlijk de eerste windturbine die vers staat in 2011 opgestart. En zo ben ik in de windenergie en in de hernieuwbare sector gerold. Momenteel beheer ik 4 windturbines. En deze 2 staan hier in Beveren-Kruijbeke. En mijn ander project, ook een project van 2 windturbines, staan in Zeelen. Elke windmolen produceert ongeveer 4000 megawattuur op jaarbasis. Dat is genoeg energie voor ongeveer 1000 doorsnee gezinnen te voeden.